Can we talk about my mate's friend that you met who lives in another country, who knows something about a shirt place with... No. Okay. She doesn't want to be in there. Oh! But we no, just the relationship, how like... Yeah, we can talk and... about... Maybe this will be just a Richie and I mukbang. Mukbang. Without food. Ik heb het gekste verhaal, maar ik wil dat eigenlijk vertellen in mijn estate sale vlog. Oh, maybe I cut this out and put it in the vlog. Ja, yeah, estate sale. Ja. Vet grappig verhaal weer. Ik krijg een berichtje van een vrouw en die zegt... Ik loop elke dag langs jouw tailor in Singapore. Christian right. Armani. Dus de tailor die mijn zijde shirts heeft gemaakt. Oh, de batterij is bijna leeg. Go! Heeft zijn salon daar, zij zegt dat klopt. Het is inderdaad een hele mooie tailor. Hij maakt hele mooie dingen. Ze laten ook dingen maken. En toen zagen we dus dat ze hele goede vrienden... Zij is hele goede vrienden met hele goede vrienden van Richie. Oh! Yes. Zippy. Ja. Wat we nog wilden zeggen, Richie is dus goede vrienden met die meid uit Singapore. Deze beste jongen. Deze is een beetje smoetsig. Kijk, hier zit denk ik water, een watervlek en hier ook. Maar deze ga ik niet naar de stomerij brengen. Deze ga ik in de wasmachine gooien. Om de kosten een beetje binnen de perken te houden, maar ook omdat ik denk dat hij het heel goed kan hebben. Een beetje een schattig, een mild programma. Goedemorgen. Nou, ik heb gisteravond opgehangen. Hij is brandschoon. En ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar dit denk ik te kunnen doen. Omdat het helemaal polyester is en geen schoudervullingen heeft. En geen van die sigaren heette dat volgens mij. Zo'n extra stukje bij de schouder. Wat allemaal heel kwetsbaar is. Als je dat in de wasmachine gegooid wordt, dat een prop. Heb twee ballen hier. Dus hij is schoon. Ik deze misschien vandaag aan kan. Vandaag is een hele leuke dag. Misschien iets kan bedenken hiermee. Het is echt een leuke clowneske blazer. Het wordt een estate sale vlog met allerlei fragmenten. Want dat leuke verhaal over de Singapore vrouw. Die woont daar, die kijkt mijn vlogs. Die is toevallig dus bevriend met vrienden van Richie. En die loopt elke dag langs die tailor in Singapore. En die zei, hij zit hier gewoon nog steeds. Ze is naar binnen gegaan. Ze heeft gevraagd, mag ik even filmen en mijn vlog aan hem laten zien. Daar is ook een foto van, maar die foto gebruik ik niet. Dat willen ze liever niet. En dat vond hij dus heel leuk. En hij zei, ja, dit is minstens 15 jaar geleden. Want dit is nog het oude logo wat er in de blouse stond. Het gaat dus over deze tailor. Christian Armani. En hij zegt dus, dit is het oude logo. En nu hebben ze dus, zoals je op de video ziet, een nieuw logo. Maar ze maken dus nog steeds heel hoogwaardige dingen. Dus ja, dan denk ik, die wereld is zo klein. Want enig dat zij me dat laat weten, dat die tailor daar zit. En dat ze even heeft gevraagd of ze dus binnen mag filmen. En dat zien jullie dus nu. Zo leuk. Toen zei iemand, ben jij gek geworden? Waarvoor zoek jij deze blazer niet even op? Ja, in mijn hoofd dacht ik, heb Escada al behandeld. Dus ik hoef Escada's ontwerper niet weer te gaan doorlichten. Maar wel zo leuk om even te kijken of ik die blazer kan vinden. Blazer, Escada. Dit is de bloem. Nou vind ik dit er wel een beetje op lijken. Maar het is wel een andere bloem. Oh, hou op. Nou. Kijk, je ziet ook meteen die lijn helemaal bij de taille. Vintage 80s Escada Black and Cream Floral Print. Hourglass Power. Ja, power shawl is, hè jongens. In de jaren 80. Om mee te doen met de mannen business wereld. Oh my goodness. Dat is Duits, want het is Escada. Nee, grapje. 316. Jeetje, Mina. Wat enig. Bold shoulder, boho jas. Nou, boho bestond toen nog niet, dus... Bohemian is dat toch? Katoen. Ja, dat wisten we al. Nou jongens, helemaal leuk. Toen zei iemand, wil je even uitleggen hoe jij weet dat het discharge print is en niet een gewone print. Nou, je begint dus of in dit geval met een crème kleurig wit doek of een zwart doek. Als het een wit doek is, dan print je dus alles wat hier zwart is, print je daarop. Als het dus een zwart doek is, discharge je de print eruit door bleek. Ik zie, door ervaring mostly, dat...
er op het zwart, dus de stof, geen verf zit. Je hebt echt hele mooie digitale prints en dingen die je ook amper kan voelen. Maar ik zie gewoon dat dat een bepaalde glans heeft die is gecreëerd door een satijnbinding met katoen. En dat daar dus geen laag met printverf op zit. Heel vaak, het makkelijkste om het te zien, is aan de binnenkant. Kijk, dat kan. Je ziet al door de voering heen dat de binnenkant ook zwart is. Als het een wit doek was geweest, zou je hier aan de binnenkant geen zwart door de voering heen zien. Dan zou dat ook wit zijn, want dan zou de verf alleen aan de buitenkant zitten. En ik zie hier ook in, hier zit een open stukje stof. Hier zie je een paar laag stof bij elkaar wat niet naar binnen is gevouwen. Hier zou je dan ook wit zien. Omdat ik weet hoe het eruit ziet als het geprint is, zag ik meteen, oh, dus discharge. Je ziet ook dat die randjes van de discharge print heel strak zijn. Dat is heel moeilijk. Het kan namelijk makkelijk uitlopen. Dus de bleach loopt dan een beetje door in de stof. En dan krijg je geen scherpe randjes. Daarom is dit dus een hele mooie discharge print. En hebben ze dus op die bloem, eerst hebben ze de silhouet van de bloem uitgebleekt. En daarop hebben ze toen weer met een lichte bruine kleur die stippels geprint. Ja, want het is placement. Het zit echt alleen op de bloem. Het is niet dat de witte stof dat had, want dan zou het meer doorlopen naar de randjes. Het zit echt elke keer precies op de bloem. Dus het is een beetje een technisch verhaal, maar het is een hele mooie techniek. Je moet dus echt alle kleur uit de stof krijgen zonder de stof weg te branden in met de bleek. Het moeten strakke randjes zijn. Het is gewoon heel mooi gedaan. En je ziet dus, ja, het is echt niet vast te leggen op beeld. Dat er op het zwarte geen verf zit, geen print, geen. Je voelt gewoon dat die glad is. Nou, dan heb ik mijn achterstallige huishoudelijke mededeling gehad. Oh nee, nog één. Deze hebben jullie allemaal in mijn vlog kunnen zien dat ik deze aan had. Was dus ook een item wat ik in de estate zo heb gekocht. En is rijker dan rijk. Loodzwaar. Want het is helemaal bezaaid met pailletten en kralen. Dit zijn allemaal kraaltjes daartussen. En tape, lint erop. En ja, het is gewoon prachtig symmetrisch geplaatst. Dus placement. Het is niet een lap stof geweest waar ze gewoon series met jasjes uit hebben gesneden. Maar het is precies op het pand, het rugpand, symmetrisch gemaakt. Zodat het helemaal past bij de vorm van de jas. Ik had hem dus als jurk aan met een riem eromheen. Maar het is eigenlijk een open jas. Wat natuurlijk gewoon elke outfit helemaal elevate naar een soort van chic look. Ik vind vooral die ruitvorm geweldig. Beetje clownesk. Ja, dus deze is er ook weer bij in de familie. De schatjes. Heel blij mee. Het kraagje ook erg mooi. Opstaand kraagje, maar ook helemaal weer bezet met kralen, pailletten. Nou, heel leuk dat jullie hebben gekeken. Dit was een beetje een allegaartje, maar belangrijke informatie die we nu allemaal weer hebben. Fijne dag, tot de volgende.